Goedemiddag, nieuwe dag, nieuwe video. Zoals je hoort is mijn vader in de stal bezig. Volgens mij is hij de pot aan het opstrooien. Oeh, zon. Kijk, zon. Yeah. Dus we gaan even kijken. Ja, hi. Zeg eens hallo. Hoi. Hoi. Hey, hallo. Ja, hij is goed. Nah. Oeh. Ik ben niet zo'n kattenman. Dit is mijn leukste kat die ik ooit heb gehad. Hij is altijd bij me. Nou, die we vroeger hadden waren ook best leuk. Nee, maar die waren... Nee, die zijn alleen niet heel oud geworden. Deze is altijd bij me. Als ik in het land loop, dan loopt hij mee. Als ik hier aan het voeren ben, dan loopt hij mee. Vangt ook muizen, toch? Ja. Hey. Ja. Oh, hij doet het nog een keer. Wacht even hoor. Hij wil hem eten. Nee. No. Wat staat voor? Koeien corona? Nee, dat heeft niets met corona te maken. Maar ik ga de pot opstrooien en er zit altijd stof in het stro. Ja. Dus daarom doe ik een mondkapje op. Heeft niets met corona te maken. Helemaal niets. Koeien corona. Lekker nieuw bedje. Hoe vaak doe je dit? Om de dag. Dat hoor. Om de dag. Je moet wel hard praten hoor. Die ook om de dag. Ja. Deze elke dag. Waarom die elke dag? Omdat, poepen ze meer omdat ze baby's zijn? Nee. anders wordt het hok te smerig. Oh, te smerig. Wat jullie dus in deze vlog gaan zien, is dat de kalveren worden ingeënt. Daarnaast gaan ze naar een ander verblijf. En ze worden ook nog geschoren. Maar waarom we dat allemaal precies gaan doen, dat vertellen we jullie straks. Yeah! Zie je deze? Wat doe je? Het laatste restje hooi aanschuiven. Kunnen ze er anders niet bij? Ik zei, als je het niet aanschuift, kunnen ze er dan niet bij? Oh. Voor het achterste hok. Zeg je? Ik schrijf het voor het achterste hok. Ja. En dan zoek ik het overdag nog een beetje uit. En wat er dan nog overblijft, gooi ik in de pot. Oké. Ik heb vanmorgen een nieuw kapje opgedaan. Ja. De oude gooi ik weer weg. Jullie zien het verschil. Hou eens dichterbij. Oh, die ene is helemaal bruin. Dat is de stof. Wat uit het hooi komt? Die, dat uit het stro komt. Ja. Yeah. Dus als ik dat kapje niet op had gehad, ja. Yeah. Dan had ik die stof ingeademd. Oh, getsie. Dus ik gooi deze nu weg. En dan neem je die. En deze gebruik ik weer een paar keer. En die doe ik hierin. Want dan ligt die stof vrij. Ja. Yeah.
Ze hebben ruzie om de drinkbak. Zometeen komt de dierenarts. De kalveren worden ingeënt en gaan vandaag door de teststraat. Ik heb de bedrijfskleding voor de dierenarts al klaargezet. Want de dierenarts moet bedrijfskleding aan in verband met het overbrengen van dierziekte. Dat moeten we voorkomen. Ik heb alle kalveren achter in de stal allemaal bij elkaar in een hok gedaan. En dan kan de dierenarts ze zo enten. Vandaag worden de kalveren voor de tweede keer geënt tegen pinkengriep en tegen ringschurft. De dierenarts is er op dit moment. Die maakt even de spullen klaar. Hij gaat de spuit even vullen. Even eindstof oplossen. En ik heb alle kalveren bij elkaar gedaan in een hok achter in de stal. Dat is gemakkelijkst, want dan zitten ze strak tegen elkaar. En dan kunnen ze gemakkelijk geënt worden. Hij heeft een hele grote spuit waar de entstof voor alle kalveren tegelijk in kan. En er zit een lange stok aan, zodat hij de kalveren allemaal op afstand kan inspuiten. En straat, hè? Heb je nu straks. XL. Jullie zien hoe snel dit gaat. Allemaal even een prikje. En een stipje met de spuitbus om te zien welke geënt zijn en welke nog niet. Het zijn er totaal 13 stuks. Wij gaan vandaag 5 kalveren spenen. En spenen betekent dat ze van hun moeder afgaan. De kalveren zijn een half jaar oud en gaan op zichzelf wonen. Je kunt dat vergelijken met dat de kinderen op kamers gaan. En we hebben hier de kamer ingericht. In de andere stal, lekker in het stro. En de koeien en de kalveren die schreeuwen een paar dagen na elkaar. Ja, logisch. Als kinderen op kamers gaan wonen, dan bellen ze ook wat vaker met hun moeder. Dus dat is even wennen. Wij doen dat ook omdat de grote kalveren, als we ze brokjes bijvoeren, dan verdringen ze de kleine kalveren. En hier worden ze in een eigen hok bijgevoerd. En we gaan ze zo meteen met een loopkooi even hier naartoe brengen. In de natuur worden de kalveren vanzelf verstoten zodra er een nieuw kalf wordt geboren. Op een boerderij gaat het anders. Om mijn boerderij draaiende te houden, wil ik dat er elk jaar een kalf wordt geboren. Daarom loopt er ook een stier bij de koeien. Als de kalveren een half jaar oud zijn, haal ik ze bij de moeder weg. Dat noem je het spenen van de kalveren. Zo krijgt de moeder een rustperiode om zich klaar te maken voor de geboorte van het nieuwe kalf. De laatste maanden van de dracht vergt immers veel van de moeder.
Voordat het kalf geboren wordt, vormt zich een nieuw strak uier met biest. Biest is de eerste melk voor het jonge kalf. Dat zit vol met antistoffen. Hier hebben ze het hartstikke naar de zin. Een privékamer. Nou, kan je die knop uitdrukken. Die. Mijn vader is even lunch aan het maken. En zoals jullie weten is dat eigenlijk altijd soep met broodjes. Alleen zit er deze keer tong in de soep. Koeientong. En ik weet dat het een delicatesse is, maar ik sla deze toch even over. Dat is een chevalaatworst of zo? Of dat is nee, dat? Chorizo. Ja, wat is dat? Een soort gekruide worst. Oké. Okay. Eet smakelijk. Eet ze. Hang. Oeh, dat lust jij ook wel. Plakje worst, ja. Moet je de bon- Wat gaan we nu doen? Hé, waarom ligt daar één ei? Ja, dat is een heel verhaal. Die Hoezo komt die uit jou? In de bloter. In de wat? Toen ik die machine had, daar zat die in. In een machine? Ja, onder een klep. Oh. En dat heeft waarschijnlijk een steenmatter gedaan. Een ei daar onder? Ja. En dit is een soort, ja hij is leeg nu, maar een ei van een krielkip. Ja. En hij heeft krielkippen. Maar hij zegt, ja die bloter, die staat bij de buren. Wat is een bloter? Een bloter is een machine die net als het, die werkt hetzelfde als gazonmaaien. Blote machine? Ja, achter de trekker. En die de hoge pollen, ja, die de koeien laten staan, als ze gescheten hebben, die maken ze die maïs af. Oh, en daar zat dat ding in? En dat wordt verpulverd. En er zit een kap op. Er zitten de veesnaren onder. Ja. En er ligt ook wat hooirotzooi. En daar vond ik dat ei. Oh. En die had ik even, ja, hij kan nou al weg, maar die had ik even bewaard om dat te laten zien. Maar dat kan nou al weg, maar daarom ligt hij er nog. Ik scheer ze in elk geval de rug, want ze zweten te veel. Hoe zie je dat een koe zweet? Wordt hij dan nat? Nou, moet je kijken. Oh, die plukken haar. Dat ruige haar, dat is nat. Ja. Dat is nat van de zweet. Oh. Nou, en het is, dat haar is zo lang gegroeid buiten, maar ze zijn nu binnen, dus dan kan het eraf. Dan kan het eraf. En dat scheer je net als bij mensen gewoon weg? Ja, net als bij mezelf. Ik haal bij mezelf ook altijd een tondeuse erover. Ja. Want ik ga niet naar de kapper, al jaren niet. Want ik betaal bij de kapper net zoveel als iemand met een hele bos haar. En ik heb alleen maar een randje, dus ik doe dat zelf. Ik pak de tondeuse en ik maak het gewoon kaal. Ja. Alleen die tondeuse is een beetje kleiner dan deze. Ja. Nou, dit is gewoon een tondeuse. Maar dan een grote. Voor grote beesten. Ik heb hem een hele tijd niet gebruikt, want het is al een hele tijd geleden dat ik koeien heb geschoren. Mm-hmm. Maar dit is altijd een beetje lastig hier, dat loopt stap. Nou, gaat soepel hoor. Nee, maar dat. Ze moeten ook even aan het geluidje wennen natuurlijk. Want dat zijn ze niet gewend. Moet je hem niet eerst even aanzetten dan? Ja, dat doe ik ook al. Met olie erop. We beginnen nog bij de staart.
Ja, dat wel. Dat oude haar is een beetje vies. Nu krijg je een mooi wit lakentje. Waarom doe je alleen deze en niet die grote daar? Ja, die kalveren die zweet het meest, dus die moet eerst. Maar ik wil van de grote koeien wil ik in elk geval de ruggen doen. Oh. En de ene koe heeft ook langer haar dan de andere. Ja. En de ene koe heeft ook langer buitengelopen dan de andere. Maar het is heel gek, de ene koe die krijgt langer haar dan de andere. Maar dat doe ik even voor in die langste haar hebben. Ja, snap ik. Het is niet zo warm, hè? Nou, de kop doen, die is wel heel goed doen. Zie je? Maar zie je, die staat hartstikke stil, want ze vinden dat gewoon lekker als het voor wordt. Ja. Ik zal wel blij zijn dat hij niet meer zo warm heeft. En maak licht op de bewegingen, want het vindt het lekker. Zie je? Ja. Omdat het lekker voelt of zo? Ja, omdat hij het lekker vindt. Lekker, hè? Dat was hem weer. Leuk dat je keek. En vergeet niet te abonneren. Doei!